In Ninove geeft een trein dinsdagmorgen een taxiauto met Duitse nummerplaat aangereden aan de overweg met de weggevoerde straat. Daardoor was het treinverkeer een tijd lang onderbroken. De aanrijding gebeurde omstreeks 6.45 uur. De trein van Dendeleeuw naar Gerardsbergen reed er een auto aan bij de overweg in de weggevoerde straat. De passagiersdeur van de taxi raakte niet tijdig dicht na een discussie en werd afgereden door de trein, die een eind verder tot stilstand kwam. De chauffeur, nog de passagier, raakte gewond bij het ongeval.